Hallo bewoners van de GameStad en welkom bij deze nieuwe serie, nieuwe Skyblock serie, want het is helemaal opnieuw begonnen en ik ben hier. Terwijl de zon omhoog komt, opkomt, ben ik hier met iemand die eigenlijk nog nooit echt Minecraft heeft gespeeld. En het is toch grappig om dit allemaal te zien, maar hey, hallo, Chelsea. Chelsea Jean, hallo. Chelsea Jane, ja. Yeah. Chelsea Jane, hallo, wat leuk dat je erbij bent en wil je alsjeblieft heel snel van mijn kist afkomen? Want, voor deze keer? Weet je ook hoe je de kist openmaakt? Dat ben ik wel benieuwd naar. Nee? Nee, meteen test nummer 1. Nee, je weet echt niet hoe je de kist openmaakt. Ja, maar dit is geen grapje, jongens. Nee. Dit is iemand... Ja, er zijn echt nog mensen die niet weten hoe je Minecraft speelt. En dat is alleen maar grappig. Die kist kan je natuurlijk openen met rechte muisknop. En er zitten heel veel dingen in die we kunnen gebruiken. Ja, je ziet dingen misschien voor de eerste keer. Volgens mij heb je wel een keer ooit eens Minecraft gespeeld. Heb je hem eigenlijk al een keer geopend, of niet? Die kist. Ik heb hem geopend. Oké. Je hebt al een keer Minecraft gespeeld, dat wel. Maar volgens mij is het heel lang geleden voor jou. En je had ook geen Minecraft account. En volgens mij was dat Minecraft demo. Zo'n gratis versie. Ja. Maar nu eindelijk Minecraft. Oké, we hebben hier spulletjes. En het doel is dus dat we ons eilandje groter maken. En dat wij een huisje bouwen. Dat we een farm hebben. Een farm is dan iets waar eten op groeit en zo. Maar we hebben ook lava en ijs. En daar moeten wij weer iets van... Het is misschien te ingewikkeld voor jou allemaal dit trouwens hoor. De eerste keer. Maar ja. We moeten ook in ieder geval een boompje omhakken. Het wordt heel erg tof. Maar ja, Chelsea. Hallo. Hi. Wil jij mij meehelpen met dit eilandje groter maken? Ja, dat wil ik wel. Oké, ja, het eerste wat we moeten doen is eigenlijk gewoon dit hier zo, dit weghakken. Want dit is 3 dik. Oh. Die kunnen we wel een beetje weghalen. Dan moet je je knop inhouden. Goed zo. Oké, nee, niet te diep, niet te diep. Want dan, het zijn maar 3 lagen, dus zoiets. Oh, ja. Oké. Maar je moet die blokjes wel oppakken elke keer. Niet dat ze naar beneden vallen. Oh, oké. Ja, dat is wel een verrijking in mijn leven. Nu wil ik jou eigenlijk hier van het eiland afhakken. Nou, dat gaat helaas niet lukken. Wat? Nee. Nee, niks. Aardig. Ik wil die eigenlijk hier zo naar beneden laten vallen. Want... Ah, dankjewel. Nou, wil je het bij mij proberen? Nee, ik denk dat dat best wel grappig is als ik dit zo doe. Hoor je? Jongens, ik heb dus gekozen om met een hele leuke Minecraft noob hier zo... Ja, sorry dat ik je noob noem trouwens. Dat vind je niet erg, toch? Of wel? Nee, het is oké. Nee, ja, ik heb er dus voor gekozen, want het leek me super gezellig om dit met Chelsea samen te doen. Oké, waar had je eigenlijk voor het eerst van Minecraft gehoord? Of weet je dat al niet meer? Of wanneer? Of hoe dan ook? Ik weet niet eens meer, nee. Volgens mij... Eerste klas van de middelbare school of zo? Eerste klas van de middelbare school. Is dat al heel lang geleden voor jou? Ja, heel lang geleden. Heel lang, oké. Nee, ik weet eigenlijk hoe oud jij bent, dus... 21. Mensen denken van, 21 en je weet nu hoe je Minecraft kan spelen. Ja. Hé, we moeten even deze boom omhakken. En dan als die boom omgehakt... Oh, je helpt me ook gewoon mee. Wat lief! Oh, ja, als die helemaal omgehakt is... Wat zeg ik nou? Ik kan niet eens mijn woorden komen. Omgehakt is, dan vallen die blaadjes naar beneden. En dan komen uit die blaadjes komen weer mini-boompjes, saplings. En die moeten we oppakken. Dus die blaadjes die gaan ook kapot nu automatisch eigenlijk al. En soms dan komen er dingen uit, appels of saplings. En saplings zijn kleine boompjes die we opnieuw kunnen gaan planten. Dus laten we dit nog ook eventjes weghalen. Omdat ze klein zijn. Noem je kleine dingen schattig? Ja. Ik wil trouwens van de mensen in de reacties weten of ze het heel leuk vinden als Chelsea meedoet. En of ze het ook heel leuk vinden. Of als ze ook leuke ideeën hebben, dat wil ik ook wel heel graag weten. Ben je hem nu zelf stuk aan het maken? Ja, maar ja, misschien helpt dat, dat er dan ook iets uitkomt. Kijk, ik kan ook bijvoorbeeld dit zo doen. Of, oh. Wat? Wat probeerde je nu? Niks. Jij laat hem wel vaker vallen. Wat? Dat is helemaal niet waar. Maar hier zie je in ieder geval wel een groen blokje. Hier zo achter je. En dat betekent dat er gras kan groeien. Als we geen enkel groen blokje hebben, dan groeit er ook geen glas. Gras bedoel ik. Dus dit is wel heel erg fijn. Ah. Ik heb hier zo'n klein boompje voor je die je heel erg schattig vindt. En dat kleine boompje mag je ergens planten als je wilt. Niet in de buurt van deze toren, want dan groeit hij niet. Maar gewoon ergens anders. En ook niet in het midden. Oké. Nee, dat is goed. En je hebt er nog eentje. Oh, wat leuk. Goed zo. Die heb je heel goed neergezet allebei. Ja, dit is super goed gedaan voor jou. Dus nou, je hebt er uiteindelijk net al waarschijnlijk eentje opgevangen die hier uit die blaadjes zou vallen. Hetgeen wat we nu moeten doen is dus een cobblestone generator maken, Chelsea. Excuse you? Inderdaad, jij weet vast niet wat dat is. Een cobblestone generator. Daarvoor moeten we wel eventjes dat hout wat je hebt, moet ik eventjes hebben. Ik hoop niet dat het in de fik vliegt van de lava, maar dat zien we zo meteen wel.
Kan je dat aan me geven? Dan moet je op Q drukken als je het in je hand hebt. Een paar keer op Q, dan geef je al die dingen aan mij. Ja, kijk. Dit... Oh, je hebt er nog meer. Dit is alles. Ja. 4 stuks. Ik ga die... Ik liep even vast. Ik wil alles wel een beetje mooi hebben op ons eiland eigenlijk, maar... Ik weet niet of dat gaat met zo iemand op mijn eiland. Dankjewel. En dan hebben we dit zo. Dit is te klein, dit is niet goed. Ja, maar daar pas jij wel in. Pas ik erin. Grappig! En dan doen we dit hier maken en dan gaan we dit hier maken. Kaboom! En dan moet ik dit... Moet ik niet zeggen kaboom, hè? Dat zei jij laatst ook al dat ik dat iets te vaak zeg misschien wel. Ja, je zegt wel vaak. Het is wel een Marnik dingetje. Dus je staat ineens in een boom. Oké, tof. Ja, misschien vind je dat fijn om in een boom te staan, misschien niet. Ja, nee. Zo. Niet echt. Kan nee, ook nergens echt. Zijn. Nee, ik zal je eventjes helpen. Kom. Zo. Nee, ik ga eraf duwen zeker. Oh, oké. Nee, natuurlijk niet. Waarom denk je dat ik jou eraf ga duwen? Omdat ik jou ken. Wat? Ken je mij? Ik ken je, heb je net pas leren kennen hier in deze server, dus nee. Ah ja, precies. Ik zit eigenlijk te kijken, hoe ga ik dit doen? Ik moet dit weghakken. Ah, dammit, ik wil dat deurblokje oppakken. Aan één kant moet ik lava plaatsen. Aan de andere kant ijs. En dat ijs mag je breken. En dan hoop ik dat het goed gaat. Oké. Kan ze het ijs breken? Ja! Yes! 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 Dat heb je heel goed gedaan. Het ijs is gebroken! Heerlijk! Oké, dan gaan we nu nog eventjes een pickaxe maken. En dat betekent dat we nu hier steen van kunnen krijgen. Nee! Nee! De lava is steen. Ja, lava is steen geworden. Oh. Wie is hier nu de noob? Ja, ik snap hier helemaal niks van. En jij mag wel even gaan zwemmen. Je mag me geen noob noemen. Ga zwemmen jij. Verdorie. Ja, nu hebben we een probleem. Nu moeten we aan de server vragen of ze misschien lava voor ons hebben. Of ik kan /shop typen. Misschien... Nee, dat kan niet. Ik ben in combat. Omdat ik jou heb geslagen, kan ik niet in de shop. Ik moet even wachten. Ja, dat is je karma. Oké, ik ben niet meer in combat. Ik kan nu in de shop. Ik kan nu even lava zoeken. Dan doe ik het even verkeerd. Shop. Dan zoeken we bij dit niet. Dan zoeken we bij dit niet. Ik kan het nergens vinden. Dit ook niet. Hier ook. Nou, kom op zeg. Waar staat de lava? Chelsea, jij weet het vast wel waar dat de lava staat. Ja, ik doe dit namelijk dagelijks. Dat weet ik. Vanaf vandaag duurt het wel dagelijks, denk ik. Oké, ik moet het gewoon in de chat vragen. Heeft iemand lava... Voor mij. Want ik heb het... Chelsea heeft het kapot gemaakt hier weer. Dus... Ik? Nu hebben een probleem. Ja. Jij hebt dit verpest. Jij mag hiermee... Mag je dit steen dingetje weghalen? Het kan wel een uurtje duren. Dus moet je even ophakken. En dan regel ik even nieuwe lava. Je laat mij gewoon de rotklusjes doen. Nee, dat is een heel leuk klusje. Gewoon inhouden. Knopje inhouden. Dan zie je langzaam zie je hem dat hij breekt. Wel heel erg langzaam, denk ik. Maar het zal wel gebeuren. Oké, ik ga ondertussen wat lava halen. En als ik terug ben, is hij gebroken. Hij breekt niet eens. Het gebeurt niet. Wat gebeurt er? Hij moet toch kunnen breken? Hij doet niks. Je moet wel in blijven houden. Als je één keer stopt, dan breekt hij al niet meer, hè? Ik hou hem ook in. Ja, hij doet het wel. Hij doet het wel. Oké, duurt wel eventjes, maar hij doet het zo. Oké. Heeft iemand lava voor mij? Vraag nog een keertje in de chat, want ik heb het net nu goed gelezen. Man, ik er hier. Ga ik even /tpa, ga ik naar die Justin toe. Dan hoop ik dus dat hij lava voor me heeft. En dan weet ik eigenlijk niet hoe we die cobblestone generator moeten fixen. Want ik snap er eigenlijk niet zoveel van. Ja, ik heb hier al lava. Yes, yes, yes. Iemand geeft me hier al gewoon lava. Dankjewel. Oh, ik word nog naar iemand anders getp'd. En die heeft misschien ook nog lava voor mij. Dan hebben we misschien meteen 2 kansen. En dan moet ik eigenlijk bij hem kijken. Ja, heb jij nog lava voor mij? Moet je niet weer verpesten. Oh, ik heb heel veel lava gekregen. Dankjewel. En dan moet ik het inderdaad niet weer verpesten. Maar jij ook niet, hè? Hoe moet je dat maken? Ja, maar ik verpest het ook niet. Nee, ik deed dat. Ja, klopt, maar... Oké, ik weet het al hoe ik het moet doen. We hebben 1 foutje gemaakt net. Ik kom er weer aan hoor, Chelsea. Ik ben benieuwd of jij het ondertussen al kapot hebt gemaakt. Oh, ik ben er. Ik ben nog steeds aan het hakken. Oh nee, je bent nog steeds bezig. Maar ik heb dus wel gevonden wat we fout hebben gedaan. Of ja, wat jij eigenlijk fout hebt gedaan. Wat jij dan... fout hebt gedaan, ja. Ja, oké. Ondertussen gaat de zon alweer onder. We zijn gewoon begonnen terwijl de zon naar boven kwam. En dan kan ik zo alles even gaan fixen. Want ik weet hoe het moet, jongens. Ik weet het gewoon. Tuurlijk. Ja, je hebt het gefixt. Oké, hier water. De lava mag hier. En dan moet het nu werken als het goed is. Ja. Even kijken. Er is alweer een nieuwe boom bijgekomen. Die kunnen we ook eventjes zo aan de kant doen. De bomen mogen ook weer gehakt worden zometeen. Oké, dan wil ik jou vragen... Of jij dat steen gaat hakken. Dan mag jij testen of dat het werkt nu. Dus de steen die achter je staat, mag jij met je pickaxe hakken. Mag je mijnen.
En werkt het? Ja, ja, het werkt hoor. Dus zo kunnen we het nu eindelijk gaan fixen. Eindelijk is het gefixt. Wat jij in je hand hebt is eigenlijk voor steen. En wat ik in mijn hand heb is eigenlijk voor hout. Daar heb je ook weer verschillende dingen voor. Maar blaadjes mag je gewoon hakken met alles hoor. Dat maakt niet uit. Kan ook met je hand. Dan hebben we eigenlijk alweer best veel gedaan volgens mij hoor. Dan ga ik dit nog eventjes een keertje omzetten. En dan gaan we dit nog een beetje mooi maken. En dan zijn we er eigenlijk alweer helemaal... Dan ben ik er gewoon helemaal klaar mee eigenlijk. Ja, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Want het is zo zwaar om jou alles uit te leggen hier zo. Oh, oh, oh. En nee, vervolgens verpest je het zelf. Ik heb het niet zelf... Wacht, hebben we nog wel gras? Nee, we hebben al het gras. Daar heb ik allemaal overheen gebouwd. Hier hebben we nog wel gras. Wacht. Je maakt wel een paar grove fouten. Dat gras kunnen we alsnog kunnen we dat omleggen. Maar dan moeten we dat op een speciale manier doen. En dat betekent dat ik even wat dirt hier moet pakken. Je snapt er waarschijnlijk helemaal niks van. Dirt? Jawel. Ja, die moet je op het houtblokje hier zo plaatsen. Daar zo. Ja. Mm-hmm. En die andere moet je hier plaatsen. In de hoek. Waar is hier? Hier in de hoek zo. En dan kan dat grasblokje... Oh, je hebt nog meer dirt. Die kan je eventjes dit gatje dichten hier zo. Maar dit grasblokje gaat nu dus van dat naar dat naar dat. En dan wordt alles hier ondertussen gras straks. En dan is alles gefixt. Okay. En dan hebben we een heel mooi eilandje al om mee te beginnen. Ik ben er blij dan mee. Is ik... vrede. Ja, dan is er weer vrede. Vrede op ons eilandje. Vrede op ons eilandje. Door gras? Ja. Nou, jongens, in ieder geval, laat een dikke witte like achter. Abonneer voor meer. De volgende keer dus misschien weer Chelsea als jullie dat willen. Haar Instagram staat in de beschrijving, kan je uitchecken. Laat een dikke witte like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.